Alle neuzen zijn er in Oudichem naartoe gericht dat wij weer zo snel mogelijk in een situatie van volledige werkgelegenheid komen. Wij hadden het geluk dat we naast Deventer en Hilversum zijn aangewezen als experimenteergemeente. En dat gaf ons de unieke kans om weer nieuwe, eenvoudige banen te creëren. We hadden al stadswachten, parkeerwachten, fietsenbewakers, conciërges in alle flats, prullenwachten bij de papieren en de glasbakken. Daarnaast hebben we nu sinds een tweetal weken de praatjesmakers. En de praatjesmakers opereren 2-aan-2. Komen de leefbaarheid van Oudichem zeer ten goede, omdat ze een gevoel van geborgenheid geven en veiligheid en een zekere warmte aan de inwoners van Oudichem. En die praatjesmakers die... die zijn bezig. Hallo, hoe gaat het ermee? Alles goed? Hallo, alles goed? Hallo, hoe gaat het ermee? Zeker. Prettige dag verder, hè? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder. Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Alles goed? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder. Hallo, alles goed? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Omdat deze praatjesmakers overwegend ongeschoolde werklozen zijn, konden wij ze natuurlijk moeilijk omscholen, want waar begin je dan? Dus wat we nu gedaan hebben is ze een korte basistraining geven in het bijbrengen van sociale vaardigheden, in het maken van praatjes. En gewapend met die sociaal-verbale kwaliteiten, hoe gaat het met u, thuis ook alles goed, een prettige dag verder, gaan ze de straat op. En het moet natuurlijk wel bij het maken van een praatje blijven, want voor een diepergaand gesprek is eenvoudig geen tijd. Daar hebben we nog te weinig, vooralsnog te weinig praatjesmakers voor. In Oudichem. Hallo. Hallo. Alles goed? Thuis ook alles goed? Thuis ook goed? Prettige dag verder. Prettige dag verder, hè? Prettige dag verder. Hallo. Alles goed? Prettige dag verder. Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Prettige dag verder. Alles goed? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Thuis ook alles goed? Alles goed? Hallo, alles goed? Alles goed? Prettige dag verder, hè? Prettige dag verder. Thuis ook alles goed? Zullen we gezellig weer een boompje met een kluit nemen, Frank, dit jaar? Ja, moeder. Laten we maar weer eens een boompje met een kluit nemen. Gezellig, hè? Hoeveel, Frank? Als hij nou voor de kerstmis binnen is, is het zo warm, hè? Dan bent hij niet meer buiten. Dat hebben we gezien met het boompje van vorig jaar met de kluit. Ja, moeder. Dat vorige boompje is ook doodgegaan, ja, hè? Ja, want als het zo lang binnen heeft gestaan, dan went het niet meer buiten, hè? Ja, moeder. Alles wat te lang binnen heeft gestaan, dat went nooit meer buiten, hè? Nee, hè? Nee. Dus wachten we maar even met het boompje, we hè? Wachten maar met het boompje, ja. Zijn het toch ieder jaar weer gezellige, zalige dagen, hè Frank? Huh? Ja, moeder. Ieder jaar weer. Ieder jaar weer gezellig, hè? Het is alleen zo jammer dat mijn zoon Frank nog geen vrouw heeft, hè? Jammer, jammer. Ja, moeder, dat is heel erg jammer, hoor. Kijk eens, Frank, wat een leuke meneer daar zit. Niet wijzen, moeder. Niet wijzen. Ik zeg toch niet, zeg alleen wat een leuke meneer zit, hè? Niet om... Een vriendin van mij heeft een homoseksuele zoon en die heeft al jarenlang een vaste relatie, een vaste vriend. En ze zou gewoon niet anders meer willen, hè? Want je krijgt van een homo-schoonzoon zoveel meer liefde en aandacht
En zorg, je wordt veel meer vertroeteld dan door een schoondochter, hè? En vroeger was het heel raar als je zei dat je zoon een vriend had. Maar tegenwoordig, als je zegt dat je zoon een vrouw heeft, dat is zo burgerlijk, hè? Dan val je echt een beetje uit de boot te midden van je vriendinnen. En Frank heeft nog niet eens een vrouw, hè, Frank? Nee, moeder. Heb je nog een leuke meneer die daar zit? Niet wijzen, moeder. Nou, ga mam even de neus poederen, hè? Ja, moeder. Even de neus poederen. En ik wil helemaal geen leuke meneer. Ik wil een lekkere, ronde, blonde meid om mee te rollenballen onder de kerstboom. En om mee op wintersport te gaan. En dan op 2000 meter hoogte, dan trekken we de skibroeken uit en wrijven we mekaars billen in met sneeuw. Omdat we dat fijn vinden. Maar ja, ik heb geen lekkere blonde vriendin. Ik heb alleen mijn moeder. En daar ben ik voor behandeld. Dag, moeder. Ja, maar nog een verrassing voor je. Drink maar gauw je kopje koffie. Oh ja, moeder. Wij gaan vanmiddag samen gezellig naar die nieuwe leuke film van Paul de Leeuw. Hoe vind je dat? Reuze gezellig, gezellig moeder. Ja. Nou, drink gauw je kopje leeuw, joh. Daar gaan we. Wist je dat Paul de Leeuw ook een vriend heeft? Ja, dat weet ik hoor, moeder. En hij lacht altijd, hè, Paul de Leeuw? Ja, ja, hij lacht altijd. En de moeder van Jos Brink heeft een schoonzoon. En de moeder van Joop Braakek heeft een schoonzoon. En de moeder van Frank Haks. En de moeder van Frank Molenaar. En de moeder van Frank Govers heeft een schoonzoon. Ik zou best een schoonzoon willen. Ga ik maar eens bedenken. In Nederland geldt Rommert F. van Basel als een van de grootste deskundigen in de duizelingwekkende nieuwe wereld van de multimedia. Multimedia. In feite betekent het niets anders dan dat de personal computer wordt uitgebreid met een CD-ROM-speler en met geluidsboxen. Door de duizelingwekkende hoeveelheid informatie die is opgeslagen op het CD-ROM-schijfje, wordt het computerscherm uitgebreid met geluid en bewegende beelden, die door middel van de computermuis interactief beïnvloedbaar zijn. En zo ontstaat een duizelingwekkende hoeveelheid aan mogelijkheden op het gebied van educatie en entertainment. En vooral in de entertainment sector, die de belangrijkste industrietak van de 21ste eeuw gaat worden, wordt de CD-ROM buitengewoon belangrijk. Nu al zijn miljoenen over de hele wereld dagen en nachten lang bezig. Elektronisch vervaardigde wezentjes met behulp van hun computermuis door fantastische, duizelingwekkende verhalen te sturen. Dus laat ik hem weer helemaal het trappetje af, zo, en de winkel uitgaan. Kijk, ik zet de muis hier op de deur, dan gaat het mannetje naar buiten, is nu weer in de straat. Ik laat hem daar dit straatje inlopen, zo. Ja, en hij komt terecht voor dit deurtje. En daar wil ik hem nu. Anybody in here, wordt er gevraagd. Ja, maar hallo, hallo, zegt hij. Ja, maar dat is een piraat. Die wil ik dus hier niet hebben. Ik wil hem naar die deur. De mogelijkheden worden echt duizelingwekkend als we video kunnen combineren met de computer. Virtual reality wordt dan namelijk real reality. En ik ben hier bezig een duizelingwekkende serie lichaamsbewegingen vast te leggen op video, die ik ga verwerken in het eerste real reality CD-ROM project. Dat gaat heten The Adventures of the White Clerk. En ik kan al wel wat experimentele voorbeelden laten zien. Ja? Kan ik dit mannetje interactief bewegen? Ik zet mijn muis op deze plek, ik klik en het mannetje gaat in de door mij gewenste richting. Ik zet de muis nu op deze plek en het mannetje loopt weer terug. Nu wil ik het mannetje in het autootje hebben, want het mannetje moet natuurlijk de wijde wereld in om fantastische avonturen te gaan beleven. Ja, dat gaat lukken. Hij gaat naar het autootje en nu moet hij het deurtje open doen om in de auto plaats te nemen. Dat lukt nog niet. Goed, even kijken. Even doorklikken. Dat is ook niet de bedoeling. Nee, het autootje moet die kant uit, want het mannetje moet de wijde wereld in. En dat is beter. En daar gaat het mannetje in het autootje de wijde wereld in om... Hè? Huh?
Mijn vrouw en ik zijn al fosterparents sinds 1982. Ja, maar ons fosterparentsplankindje woont helemaal in Togo. Ja. En dat is wel heel ver weg. Ja. En een van de voordelen van het spiritual parentsplan is dat je iemand adopteert in je directe nabijheid. Ja. Dus je ziet direct het effect van wat je doet in je eigen stad. Ja. Nou, het unieke van het spiritual parentsplan vind ik dat ze puur geestelijk bezig zijn en met volwassenen. Ja, ja. Dus als je als krassenknar een redelijke culturele en intellectuele vorming hebt kunnen genieten, en je hebt wat financiële armslag, hoeft niet zoveel te zijn, hè, dan kun je dus iemand adopteren van wie het geestelijk leven, laten we nou maar zeggen, op een heel laag pitje staat. Ja, hè? Want je vergeet dat wel eens, maar in een stad als de onze wonen duizenden mensen. Die hebben een dak boven het hoofd, die hebben te eten, maar die zijn cultureel volkomen ondervoed. Ja. Die luisteren alleen naar Hilversum 3, hè? Die lezen nooit een boek, die gaan zelfs niet naar een museum. Nee. Nee, bestaat. Nee, nee. Bestaat. Ja, ja, ja. En als je dus spiritueel contact kunt maken met zo iemand, hè, als je hem dus kunt wijsmaken, kijk, dit is kunst, hè, en dat is schoonheid, en er is zoveel in het leven, hè, dan breng je hem niet alleen een opener blik op dat leven bij en een rijker toekomst, hè, maar dan maak je zo iemand ook misschien wat minder haatdragend. Hè. Je maakt hem wat zachter, zodat hij niet gaat stemmen op ik zal de naam niet weer noemen. Minder afschuwelijk gaan denken dan ze vaak denken. Ja, 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 en dat ze ook een ander soort ontroering leren kennen dan de ontroering van de voetbal. Ja, ja, dat wil dat spiritual parents. Dus het lijkt wel heel klein dus wat we doen. Adopteren en een maar geestelijk we op zijn een hoger... eigenlijk dus met hele grote dingen bezig. Ja, ook antifascisme en zo. Ja, dat heeft er allemaal mee te maken. Al is het maar zo'n klein beetje wat je doet, maar het gaat om hele grote dingen vaak. Ja, ja, ja. Dan wou ik hem deze dubbelcd van Maarten Stuurs. Ja, maar is dat nou niet wat veel na Jaap van Zweden? Oh, het is een hele goedkope. Hij is 1995. En het is een heel obscuur orkest. Het is de Utah Symphony Orchestra. Oh, maar dan krijgt hij een idee. Zo'n spookopname. Ja, 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 ja. We sturen ons geesteskind elke maand 1 boek en 1 cd. Ja. Maar dan moet hij wel het adagio horen. Dat zet ik erbij, hè? Ja. Dood in Venetië, dat is 4, hè? 4, cd 2. En soms laten ze ook iets horen. We kregen met deze kerst een kaart. Zo ontroerend. Ja, 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 kijk eens. Ja, de kaart. Ja, ja, ja. Af en toe schrijven ze terug. Ja, we dachten wel even, hè, een blote meid. Maar het is wel een blote meid van Erwin Olaf. CD2. Dus dan denk je toch, daar het begint werkt, wat. Het gaat, daar het begint gaat langzaam, iets. Maar je moet volhouden, Adagito. Adagito. Zerkmuziek zeg. Adagito. Wat een zerkmuziek zeg. Krijg ik weer. Ja, het is beter dan de muziek van die Turk hier beneden. Maar het is wel zerkmuziek zeg. Ik ben wel gek van die muziek. Het is op zich een leuk plan. Het is leuk om pakjes te krijgen met die boeken ook die ze sturen. Ik lees ze niet hoor. Onder bladzijde, lange regels. Ik begin er geen eens om. Dus die verkoop ik dan. En dan koop ik van de opbrengst van wat ik zelf een mooi boek vind. Dit vind ik nou een mooi boek. Dat, de wereld van de dinosaurussen, daar heb je wat dan. Ook zie je wat anders, wat te kijken, mooi gedaan, mooie kleuren. Als je dan leest van die dinosaurussen, dat die duizenden jaren geleden enorme beesten. Dat als die paarden, de dinosaurussen, dan deden ze daar 17 jaar over. De paren, 17 jaar waren die aan paren. De enorme trillingen gaf dat natuurlijk. En zo'n mannetjes dinosaurus, die kwam dan klaar, dat duurde dus 9 maanden. Orgasme van 9 maanden had zo'n man. Zo'n mannetje dinosaurus. En daardoor zijn die continenten ook uit elkaar geschoven. Door die enorme trilling van als die allemaal paarden, die dinosaurussen. Een pestlawaai maakte dat. Daarom hadden ze ook van die hele kleine oortjes. Zie je, anders waren ze hartstikke gek geworden natuurlijk. Nou, dat vind ik nou een mooi boek. Dat vind ik nou mooie boeken, met die boeken die zij sturen. En die cd's ook, vind ik ook niks. Dat is een zerkmuziek, zegt dit. Jot, dat is een zerkmuziek, hè. Dus die verkoop ik ook. Alleen ik heb één van Wagner, die hou ik van Wagner. Want als die Surinamers hiernaast bezig zijn met die pestmuziek, dan zijn de keihard Wagner. Dat helpt, stoppen ze.
Dus krijg je L, de L, 18. L, 18. Oh, nou, hier is het. Hier is het. Als er eenmaal een hecht postaal contact is gelegd, dan kun je, net als bij het fosterparentsplan, via de spiritual parents ook je geadopteerde geesteskind gaan bezoeken in zijn eigen woonomgeving. Ja. En dat wilden wij van het voorjaar een keer doen. Hè. Dat wilden we doen. Maar nou zien we dat hij over het spoor woont. En dat is wel een hele enge wijk, hoor. Ach, nee, dat valt wel mee. Dat is ook het leuke van het spiritual parents plan. Je ziet nog eens wat van je eigen stad. Dat wel. Maar goed, dan laat ik mijn sieraden thuis. Dat doe ik af. Ja? Nou, ons seksleven was eerlijk gezegd een beetje doodgebloed. En dan kan piercing daar weer een hele nieuwe dimensie aan geven. We hadden allebei al een navelpiercing. Toen hebben we geprobeerd om die ring aan elkaar te laten smeden. Maar dat gaf toch te weinig bewegingsvrijheid. Hè? Ja, en toen hebben we met de uiteinden van deze ketting allebei onze eikel laten piercen. Nou, dat geeft een hele sterke band. Ja, ook met het verleden. Omdat het al voorkwam bij inheemse cultuurvolkeren in Nieuw-Guinea. Ah, dus kijk eens. Agile, Kavinochka, camera. Camera, 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 dunja. Grafisch los, nos. Schlatsch. De ellende in het voormalige Joegoslavië zou ons de erbarmelijke situatie in de kleinere republieken van de voormalige Sovjet-Unie bijna doen vergeten. Hier in Abchazië bijvoorbeeld is de toestand ronduit hopeloos. En dat geldt zeker voor het oude boeren-echtpaar Vlodorovsky. Er is een enkele keer hooguit wat droog brood te eten. En fatsoenlijke overnachtingsmogelijkheden zijn er niet bij de Vlodorovskys. Dat betekent dat de internationale filmploegen er meestal maar één middag blijven. Maar dat is lang genoeg om mevrouw Vlodorovsky voor de zoveelste maal dat oude Abchazische liedje te laten zingen. Zestief, ne koriska dronka laja. Zestief, ne drani voor. Zestief, ne koriska laja di maja. Zestief, ne pani jor. Zestief, ne koriska dronka laja. Zestief, ne drani voor. Zestief, ne koriska la di maja. Zestief, ne prani jor. Nog gorlof en voor is de brandje. Als Novov. Ik geef jou een. Peske. Kost nou. Peske, daar voor iets. Ik wil een blaasje. Dat kan hij. Op televisie. Kast noef nou. Hof nog weer. Blaasje. Een blaasje. Kijk nog voor iets. Ja, met wat de filmploegen achterlaten, doden de Vlodorovskys zo goed en zo kwaad als dat gaat de tijd. En natuurlijk krijgen ze wel eens wat overgeschoten restjes van de catering. Maar voor het overige worden zij niet veel wijzer van deze reportages. En wij als kijker eerlijk gezegd ook niet. Dat moet je ook wel weten. Ik heb een prettig schepje. Schepje doet wat. Als vorige keer is schepje de bloze keer. Door hoeveel cameraploegen moeten de Vlodorovskys nog bezocht worden voordat hun situatie dusdanig is verbeterd dat het voor de kijker in het rijke Westen niet interessant meer is om er een filmverslag van te zien? Vogel en de mik. Binnen. Binnen! Ah, de Mik. Dag, meneer Vogel. Neem plaats. Wat zijn de problemen, de Mik? Ja, meneer Vogel, het is misschien een rare vraag.
Maar ik wil graag weten wat onze identiteit is. Onze wat? De identiteit van het bedrijf. Wat bedoel je daarmee, de Mick? Nou ja, dat is dus de vraag. Dat weet ik dus niet. Maar waarom wil jij dat dan weten? Omdat ze dat van mij willen weten. Wie willen dat weten? Allemaal. Iedereen. De familie, vrienden en kennissen vragen allemaal. Wat is de identiteit van jullie bedrijf? En wat zeg jij dan? Dat die goed is. Nou, prima toch? Ja, maar verder zit ik met de mond vol tanden. Dus ze hebben allemaal een bedrijf met een eigen identiteit. En dan hebben ze er zelf ook een eigen identiteit. Maar ik weet dus niks verder te zeggen. Dus ik dacht als u nou gewoon even in telegramstijl zegt... nou, kijk, de identiteit van het bedrijf is dit en dat en zo... dan kan ik dat ook uitdragen. Ja, ja. Nou, de Mick. Wij staan voor 200% achter ons product. Wij dragen service hoog in ons vaandel... En bij ons komt de klant op de eerste plaats. Ja, ja, ja. En dat is dus onze identiteit. Nou en of. Juist, nou en of. Maar zijn wij ook tot deze identiteit gekomen door een bepaalde filosofie? Want dat wordt ook vaak gevraagd. Maar de Mick, wat dacht je? Een identiteit komt toch niet zomaar uit de lucht vallen? Daar ligt een uitgebreide filosofie aan ten grondslag. Maar de Mick, die houden we liever onder ons. Tuurlijk. Ja, nog één vraagje, meneer Vogel. Hebben wij ook een policy? Dat vragen ze ook vaak. Ik dacht het wel, de Mick. Ik dacht het ook, tuurlijk. Maar is de policy ook een onderdeel van de identiteit? Hoe kunnen we nou een identiteit hebben zonder een policy? Nee, dat kan natuurlijk niet. Dus als ik even mag samenvatten, meneer Vogel, we hebben een identiteit, we hebben een bepaalde filosofie en we hebben een policy. Een prettige avond, de Mick. Nog één vraagje, meneer Vogel. We hebben toch een identiteit? Ik bedoel, dat we niet, wat je ook vaak hoort, dat we een identity hebben. We hebben geen identity. Nog niet. Meneer Vogel, dank u wel. Je identiteit, het gezeur van de pers, van de klanten, van je personeel, je identiteit. Wij hier bij Van, wij maken prima en dat doen wij al 50 jaar zonder identiteit. Vogel. En de Mick. We hebben een buitengewoon simpele oplossing gevonden voor alle treinongemakken, de vertragingen, de groeiende ergernissen. En ik ga dat plan nu aanbieden aan directeur Huizinga in Utrecht. Ik denk dat aan alle problemen binnen 14 dagen een eind kan zijn gekomen, zodat NS haar klanten een vriendelijker product kan aanbieden. Sorry, dat moet maar. Vijf minuten vertraging. In Amersfoort had ik een overstaptijd van 4 minuten. De volgende gaat 3 kwartier later met 1 uur te laat in Utrecht. Tijdens de computer van mijn zoon gehad. Je hebt zelf een nieuw model. Zelfs het model. Dit was zijn eerste model, maar ze ruilden ze niet eens meer in. Dus anders had hij hem weg moeten gooien. Zijn vader, wil jij mijn computer hebben? Ik zei, ja goed, geef mij die computer maar. Dus ik heb neergezet. Dat ook de overburen zien dat ik vaak aan het werk ben. Zit te denken achter de computer. Maar ja, ik doe er eigenlijk niks mee. Dus ik zet hem alleen aan en uit. En ook vind ik het leuk als de visite komt, dat ik kan zeggen, oh sorry, ik moet even de computer uitzetten. Weet je wel? Want ik heb ook helemaal geen zin in om ermee te werken. Het interesseert me ook niet. En hij is ook kapot. Want allerlei systemen zijn in de war. Dus ik kan hem alleen aan en uitzetten. Maar ja, toch een computer.
Ja, dus het is wel lekker dat het is eigenlijk een aquarium, maar dan zonder vissen, zonder water. Eigenlijk een leeg aquarium, maar ik heb wel een computer, dus zit wel aan de goede kant van de tweedeling. Want er lopen grote tweedeling door Nederland. Want aan de ene kant van de tweedeling zitten mensen met, aan de andere kant mensen zonder computer. Maar ik heb wel een computer, dus je hebt toch het gevoel dat je een beetje bij hoort met een computer. Mijn vrouw is wat slechter been helaas, maar heb gevraagd een operatie en kom verkeerd in het ziekenhuis. Zie je wel. Zodat ik ook mijn bezonjes als laat maar zeggen, ouderwetse man regen, dat ik ook de brieven op de brievenbus doe, eens per week de correspondentie. En dit is nu toevallig een schrijf aan een oude vriendin van mij met wie ik correspondeer over onze gezamenlijke jeugdherinneringen. Deze brief gaat toevallig over een kampeertocht in Hoogsoer in 1938. Omdat je toen nog geen pret- en attractieparken nodig had en wij nog elkanders attractie en thema waren, gaat die brief nu een beetje om te sturen. De brievenbus is weg. Even kijken. Misschien is dat niet nodig. Dat lijkt me niet al te verstandig. Dit is misschien. Nog even hier. Kijk, ja, het zal toch niet waar zijn. Het zal toch niet waar zijn. Pit. Een jaar geleden zou ik nog gedacht hebben aan vandalisme. Dat jonge lui met die zoek, die bromfietsen. Dit eruit gerukt hadden met vuurwerk of een dergelijke, maar er staat nergens. Fuck of the system. Dus het is waarschijnlijk de PTT zelf. De koninklijke PTT. Van de heer Verwaaien. Die denkt, laat maar waaien die consumenten, die bussen. Als er maar 5-6 brieven per dag in zitten, dan stopt het mij niet meer. Dat is onrendabel. Dan kan de route korter van de bussen liggen en dan kunnen we 4-5 postbodes ontslagen worden. Net zoals bij de Nederlandse spoorwegen de loketten dicht gaan voor de helft, heeft de PTT dus nu ook gezegd. Wanneer heft die brievenbus maar op en haal die maar weg uit de buurt. Terwijl er hier in de buurt mensen wonen die op krukken lopen en voor wie de oude Labrador als enige uitje het gangetje naar de brievenbus heeft, kan ik dus mijn correspondentie niet meer kwijt. Dan zou ik naar het postkantoor moeten, waar ik een nummertje moet trekken en even om de uitputting en bloedoorloop in de benen te voorkomen op mijn bankje gaan zitten. En dan ben ik aan de beurt en ik kan het dan niet lezen en dan zeggen ze nu, uw nummertje zal verstreken. Dus dat is het nieuwe vandalisme. Dat is het vandalisme van het kapitalisme. Van de NS en de PDT. En de heer Dik met een nog dikker tandje hebben omdat postbodes mijn bus niet meer liggen. De enige kans in de buurt om een brief op de bus te doen met mij. Mijn domme! Het is een gewone, zonnige donderdagmiddag na schooltijd, wanneer de 7-jarige Edward B. aanbelt bij de woning van de heer Van Kesteren om te vragen of deze kinderpostzegels wil bestellen. Nou, ik had al 2 keer kinderpostzegels besteld. Ik had ook zo'n deurzegeltje gekregen, maar dat was er afgewaaid, denk ik, kennelijk. Afgewaaid of afgepeuterd? Het woord zegt het al. Steeds meer peuters gebruiken tijdens die kinderpostzegelweek steeds agressievere verkoopmethoden. Ja, ik ken inderdaad wel collega's die er vrij erg harde verkoopmethoden op. Ja, hoe meer kinderpostzegels zij verkoopt, dan schoten de autoriteit van zijn jongen binnen de groep. Nou, ik zeg, joh, ik heb al 2 keer kinderpostzegels besteld. Hij hield maar vol en dat werd dus een beetje duwen en trekken. Op een gegeven moment trekt hij zo'n pistool. Ik kon mijn ogen gewoon niet geloven, in Nederland zo'n pistool. En toen heb ik dus voor ongeveer 125 gulden kinderpostzegels moeten bestellen. Heb ik voor getekend. Hij bleef maar zwaaien met dat pistool. Het gaat uiteindelijk om precies 1 geval dat wij tot op de bodem hebben uitgezocht. Het geval Edward B. En als je dan in de Nederlandse kranten leest dat de stichting Kinderpostzegels de afgelopen jaren door afpersing 16 miljoen gulden heeft binnengehaald, dan vraag je je af waar we eigenlijk journalistiek mee bezig zijn in Nederland. En ik geloof dat we die buitenlandse toestanden hier moeten zien te voorkomen.
Misschien heb ik wel een zakmes of zo. Ja, even voor maar die daar, daar ga ik hem niet voor mee bedreigen of zo. Dan, dat doe ik niet. Dat zijn echt een beetje overdreven rotkinderen. Het is gewoon om mijn nagels te veilen of zo. En volgens mij had hij ook drugs gebruikt. Dat kan je zien aan de ogen. Het is toch gewoon te gek dat je in Nederland de deur niet meer open durft te doen voor de kinderpostzegels. Uit het politieonderzoek is dus gebleken dat Edward B. die bewuste middag naar blokfluitles moest en al aan de late kant was. Dus hij had de fluit al uit de hoes gehaald en heeft toen bij die meneer aangebeld met hier de intekenlijst voor de kinderpostzegels en de fluit zo ongeveer onder de arm. Ja, of het was een geweer. Met een afgezaagde loop, dat doen ze dan. Dat zit zo. De loopzagen. Het is natuurlijk een heel vervelend incident geweest. En wij willen dit in de toekomst zeker zien te voorkomen. En ik denk dan aan het zenden van een schrijven aan de ouders van de colporteurtjes. Waarin we zeggen, ach, fouilleert u het kind even voor het de deur uitgaat. Hè, zodat we niet het risico lopen dat het iets bij zich draagt dat als een wapen zou kunnen worden ervaren. Want wij vinden het heel belangrijk natuurlijk dat wij hier buitenlandse toestanden proberen te voorkomen. Nou, hier woon ik dus zo'n beetje. En ja, dit ben ik. Hallo, VPRO'ers. Ik wilde graag even vertellen wat mij vorige zondag is overkomen. Om de 14 dagen bezoek ik namelijk mijn oude moeder. De ene zondag doet mijn broer Theo dat. En de andere zondag doe ik het. En vorige zondag was het dus mijn beurt. Nou, dat daar is het huisje van mijn moeder. Die heeft 20 jaar van haar AOW'tje geleefd. Dat is bepaald geen vetpot. Telefoon bijvoorbeeld heeft ze nooit kunnen betalen. Dat is toch knap lastig, want vorige week zondag was ik dus bij haar. En ja, toen moest ik ineens heel dringend bellen. Nou, dus ging ik heel snel de straat op om een telefooncel te zoeken. Oeh, gelukkig. Wat? Waar moet je kwartje nou in? Telefoonkaart? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, dan moet ik maar een andere cel zoeken. Dat is ook niet. Deze er één. Wel verdorie! Weer zo'n kaartentelefoon! Oh, gelukkig. Weer zo'n rottige kaarttelefoon. Het is toch gewoon te gek. Loop ik al anderhalf uur rond met zo'n kwartje. En het is zondag. Je kan nergens zo'n kaart maken. Oh, gelukkig. Is er nog één? Nummer 10. Ja, ik zie gewoon. Ah, ik zie een vleugje. Ja, hallo. Kwartje. Ja, hallo, Theo, met Jan hier. Ik moet je iets heel vervelends vertellen. Moeder is overleden. 2 uur geleden. Ja, nee, ja, maar ik had geen telefoonkaart. En zo dwingt de PTT mensen zoals ik, die nooit op straat hoeven bellen, om toch zo'n kaart te kopen die natuurlijk altijd duurder uitkomt dan een kwartje. Nou, dat vind ik een heel groot schandaal. Dat was het en nou zet ik hem uit. Bovendien komt PTT Telecom op het vlak van de Direct Digital Overall Reachability binnenkort met de motherfucker. De motherfucker richt zich op de markt van mannen tussen de 30 en 55 jaar die vaak door tijdsgebrek niet in staat zijn om regelmatig de moeder te bellen. De motherfucker is een recorder-transmitter. Men kan het standaardgesprek met de moeder inspreken en dan
op een bepaalde tijd programmeren, zodat de moeder door de motherfucker wordt gebeld, waardoor de motherfucker abonnee een enorme tijdwinst boekt. Dag maan, met mij. Hey jongen, wat lief dat je belt. Hoe gaat het met je, moeder? Ja, het gaat wel. Beetje last van mijn knie. En wat zei de dokter? Ja, die zei dat ik het niet moest belasten en eigenlijk dan beter kan fietsen als lopen. Want het is dan beter voor je spieren. Ja. Bovendien heeft Peter T. Telecom grote verwachtingen van de telelaffer. De telelaffer moet u eigenlijk zien als een digitale postiljon de moer. Dus geliefden die om welke reden dan ook niet direct met elkaar over de liefde kunnen praten, die kunnen toch via het telelaffernet met elkaar communiceren en elkaar hun amoureuze gevoelens meedelen. Dus de telelaffer-verzender tikt een boodschap van maximaal 12 letters in op het display. En de telelaffer-ontvanger krijgt dan via een bescheiden pieptoon te horen dat er een amoureuze boodschap op het display van zijn telelaffer is. Ach, wat lief. En het kost maar 76 cent per letter per keer. Bovendien hebben wij bij Peter T. Telecom krankzinnig enorme verwachtingen van de pisser. De pisser is een humiditeitssensor die in de luier kan worden aangebracht. Deze wijze. De bipsvriendelijke vormgeving past precies tussen die kadetjes. En wordt die nou vochtig, dan geeft de pisser via de Astra-satelliet een signaal aan de buzzer. Dus heeft de baby een pisser en de moeder een buzzer, dan zit het kind nooit meer met een vochtige luier. Wordt meteen verschand. We hebben ook enorme verwachtingen bij Peter T. Telecom van de long distance magnetron starter. Dat men van afstand, als men op het magnetron distance starter net is aangesloten, magnetron kan starten en de muziek er alvast uitkomt. Ja? Ja, ik ben midden in een filmopname. Ja, dan bus ik jou wel. Of ik schrijf je wel. Ja, oké. Okay. Moet zeker over, hè? Zeventien jaar werkte ik bij de PTT als puntlasser in een oude telefooncentrale. Maar heel Nederland is gedigitaliseerd, dus dreigde ik ontslagen te worden. Maar ik ben herplaatst binnen het bedrijf in een serviceverlenende functie. U wenst van de cel gebruik te maken? Ik wil even bellen. U wilt even bellen. Gaat uw gang hoor. Alsjeblieft. Zal ik de koffer even in bewaring nemen? Nou, nee. U krijgt een receptje voor ontvangst. Ja, fijn. Dat belt even prettiger, hè? Zo. Is meneer voorzien van een telefoonkaart? 25 gulden, 5 gulden, 10 gulden? Ja, u hebt een kaart. Gaat uw gang, hoor. Prettig gesprek. Zal ik het nummer even voor u draaien? Ja, weet ik wel. Gaat uw gang, hoor. Mochten er problemen zijn, meld u dat even. Ja, dat zeg ik ook meteen. Ja. Goed hoor. Fijn. Het was een goed gesprek. Ja hoor. Geen vervelende dingen of zo? Nee. Nee, fijn. Mag ik het resuurtje weer even? Fijn. Alsjeblieft. Is de koffer. Oké. Prettige voortzetting van deze middag. Ja. En mocht u nog een keer willen bellen, u weet de cel te staan. Ja. Goedemiddag. Verder zo. Geheel gratis service hoor. Ah. Nou. Goedemiddag.
alles goed? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Prettige dag verder, hè? Binnen de spannen van welk tijdsgevricht, mijn lieve Thea, was het ook alweer wanneer of dat jij besloot je BH te verbranden? Dat was in de jaren 60, in de Dolomina-periode. Heb je toen ooit van mij enig woord van protest tegen dat verbranden van die BH gehoord? Nee, sterker nog, toen je 2 maanden later besloot de BH weer aan te gorden, heb ik ook mijn mond gehouden. Want ik vind dat mijn vrouw met haar BH en trouwens met haar hele leven mag doen wat haar hart haar ingeeft, mits zij niet luistert naar de cretologie van de media. Kijk, het vrouwbeeld van de man uitgezien is al eeuwenlang hetzelfde. Het zijn de 3 M's. Het is moeder, Madonna en maîtresse. Maar omdat een vrouw als Thea nu al 3 maal totaal kopje onder is gegaan in de emancipatiegolf, heeft zij nog steeds geen duidelijk ideaal manbeeld. En wanneer bladen als Viva en Opzij en HP De Tijd en Elle en Elsevier, ik zal al die namen nu niet noemen, ieder kwartaal opnieuw een profielschets van de ideale man schetsen, weet Thea niet waaraan zij zich moet vasthouden. Nu eens moet de man een softie zijn, dan weer een macho, 2 weken later een enorm beest in bed, maar Thea altijd prijkt als punt 1 op het dames wenslijstje dat de man kleine, doch stevige billen heeft. Thea, ik vraag je in gemoede, heb je kleine, doch stevige billen? Te ja, dan te nee. Ik dacht het wel, hè? Kleine, doch stevige billen. En daar werk ik ook hard aan. En dat doe ik ook voor jou, Thea. Dat weet je best. Toen een kwartaal geleden de Elegance en de Marie Claire decreteerden dat de man weer meer macho moest zijn en daarna minder macho en moest gaan helpen in het huishouden, ben ik onmiddellijk met een aantal vriendjes op een kookclubje gegaan. Thea mocht geheel zelfstandig een afwasmachine naar eigen smaak uitkiezen. Ik ging niet eens mede. Nee, ik heb zelfs rondgefietst met een kinderzitje aan het stuur van mijn vouwfiets, omdat Thea dat zo vertederend vond staan, terwijl wij niet eens over nakomelingschap beschikken. Het zit erin dat ik een interim manager ben die van nature natuurlijk een multiple choicer is, terwijl Thea nooit heeft kunnen of willen kiezen tussen de lush life of de carrière, tussen de kinderen of de keuken. Thea is geen macha, Thea is geen bitch, Thea is geen powerfeministe, Thea is geen tank girl, Thea is zelfs geen straatmadelief. Thea is een fraaie kamerplant die nog nooit gebloeid heeft. Thea, heb ik ooit in ons intieme samenzijn gestreefd naar de vervulling van uitsluitend mijn eigen genot? Nee. Ben ik ooit onmiddellijk na de daad, wat het ergste van het ergste schijnt te zijn voor vrouwen zoals jij, in slaap gevallen? Integendeel, ik lag vaak uren wakker, mij intussen suf piekerend wat de volgende modetrend zou zijn en aan welke profielschets van de ideale man ik een week later weer moest zien te beantwoorden voor jou. En dat zit mij nu tot hier, daar heb ik schoon genoeg van. Deze jongeman hangt de lier aan de wilgen, geeft de pijp aan Maarten. Einde verhaal. Oefening afgeblazen. Deze olifant trekt een zeer lange snuit. En ik distantieer mij in het openbaar en met graagte voor altijd en eeuwig van mijn verdoemde keukenschort en ben vanaf nu de man die ik altijd al had kunnen wezen, wanneer Thea niet jarenlang uitsluitend die bladen had gelezen. Gezellig winkelen. Hele Nederlandse volk loopt gezellig te winkelen.
En dat gaat de hele dag maar door. Gezellig winkelen. Niet alleen voor Sinterklaas of Kerstmis, hoor. Nee, altijd, alle dagen gezellig winkelen. Het hele land is in de greep van de middenstand met dit middenstandskabinet. We moeten ook tot 10 uur 's avonds gezellig winkelen. En ook op zondag gezellig winkelen. Alleen 's nachts kunnen we nog niet winkelen. Erg, hè? Jammer, hè? We kunnen 's nachts niet gezellig winkelen. Verschrikkelijk. En dat is het waar Goethe over schreef in de Faust. Die cultuur die alle welt belekt. Hier, kijkt u eens. Een halfje bruin, ja. Een halfje melk en 2 ons spruitjes. Nee, hier, de spruitjes. Ook de spruitjes gezien? Ja, daar heb ik 3 uur over gedaan om dat bij elkaar te krijgen. Nou, u, pardon, nee. Een nummertje trekken, gezellig winkelen. Gezellig winkelen, hoor. Ja, en dat is ook waar Goethe over schreef. In de Tasso. Des Lebens Mühe leert allein. Des Lebens Güter schätzen. Gezellig winkelen, mensen. Ik ga maar door, gezellig winkelen. Pardon, mag ik even passeren? Pardon. Gezellig winkelen, vooral gezellig winkelen. Dag en dag. En 24 uur door, hoor. Gezellig winkelen. Diving down, that's firing from diving that way. Down from that direction, yes. Yes, but I remember we were hiding on the isle over there. Oh, yes, small I remember it there. Quite clear. We had our camping there, basement for about 3 or 4 and days. And then one day, we took our Lee Enfield guns and we took the bridge. We took the bridge in 2 days. And after we conquered the bridge, we took the whole of the Wexel. We liberated the whole of the Wexel in about 3 days operation. 3 days, so 4 days. The whole of the Wexel, you remember? We fought like and lions. Because we had In de feestelijke reeks van Nederlandse dorpen en steden die hun bevrijding van de Duitse bezetter herdenken, was het de afgelopen week de beurt aan Ter Wexel. Major Tam Pickwick en sergeant Harry Heep keerden na 50 jaar terug naar het Overijsselse dorpje, dat zijn bevrijders hartelijk verwelkomde. Living in freedom. And a mother too. Well. Yeah. Okay. Ik vind het weer geweldig, want ik herinner me nog de chocola die ze allemaal uitdeelden en de heerlijke biscuit. Ik vind dit een hartverwarmende ervaring. Ik meen het. Ik ben er stil van. Ongeveer 2 weken geleden kregen wij een brief uit Engeland. Dus we hadden geen tijd om in de gemeentearchieven te zoeken naar het precieze hoe, wat, waar en wanneer van de gevechtshandelingen rond Ter Wexel. Toch gemeente het bezoek te moeten laten doorgaan. Omdat het natuurlijk voor de mensen in Ter Wexel geweldig was, hè, om hun bevrijders met eigen ogen te kunnen zien. It's good Thank to be back again. Much. It's so good to be back again in freedom here. Thank you all. Thank you. Ik ben zelf van na de oorlog en mijn vader sprak er nooit over. Maar ja, je voelt je vanzelfsprekend verplicht. En het is ook een hele eer om die bevrijders te mogen ontvangen. Ik heb ze de mooiste kamers gegeven. Ze hebben hier de hele week elke dag gegeten. En tot genoegen, geloof ik wel. We hebben ons best gedaan. Het waren hele gezellige drinkers. Wow. Ja, je bent blij dat je iets terug kan doen, hè? Want als zij er niet geweest waren, ja, dan stond deze zaak er toch ook niet meer. Moet je me denken. Hallo. Hallo. Would you like a cup of coffee? Oh, a cup of coffee, kind of you. Oh, yes. Or perhaps, what was the name again? A younger borough? Younger borough, yes. Younger borough? Yes. Got a younger borough? Oh, please, may we come in? Yes. Oh, nice people, nice house people. House you've got here. Nice people, yes. Ik ben zelf pas een krap jaar eerste burger van Ter Wexel. Ik heb nog te weinig gelegenheid gehad, zeg ik eerlijk, om in haar historie te verdiepen. Dus ik heb het RIOT gevraagd om wat precieze data en gegevens van de gevechtshandelingen rond Ter Wexel.
Na de mislukte slag bij Arnhem stabiliseerde het front zich ten zuiden van de grote rivieren, dat zich in december 1944 geallieerde soldaten in de contreien rond Terwexel zouden hebben opgehouden, wordt door geen enkele bron bevestigd. Dus ik sluit niet uit dat de beide veteranen, ook op grond van hun leeftijd, het zijn fantastische kerels, daar niet van, maar dat ze wat herinneringen door elkaar hebben gehaald en mogelijk een paar dorpen met elkaar hebben verwisseld. Maar om dan te schrijven, zoals de Overijsselse krant gedaan heeft, dat wij als gemeentebestuur van Terwexel bij de neus zijn genomen, dat vind ik een klap in het gezicht van alle bevrijders. For the time, we say... Hello! Hey, hello! Hi. Come in! Oh, oh yes, please, well, yes! Just a 5 minutes, we say... Goodbye! Hello. To see you again! Hello! Hi, for the time, hello. We say... Cheerio! Hello! Laat ik nu eens iets heel geks zeggen. Zelfs wanneer die 19e Airborne Divisie, waar ze dan toe zouden behoren, nooit zou hebben bestaan. Zelfs wanneer de beide oud-oorlogshelden nu voor het eerst voet op Nederlandse bodem zouden hebben gezet, dan nog is dat bezoek aan Terwexel van een onschatbare waarde geweest. Ook qua uitstraling naar buiten toe, publicitair en alles. Hè. En het heeft een warmte gegeven en een samenhorigheidsgevoel dat je eigenlijk alleen meemaakt bij de confrontatie met Sinterklaas, die, zoals u weet, ook niet bestaat. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Hè? En we waren eerst niet van plan om volgend jaar mei iets te doen aan die bevrijdingsviering, maar nu zeker, we gaan er een hele spectaculaire, geweldige feestmaand van maken rond onze Major Tom, rond onze Sergeant Harry, die er ook, en dat is het fantastische van die kerels, meteen voor in waren. Hè? Oh ja, natuurlijk, meteen, die kwamen terug, ja, ja. Is dit de way to Jernen? To Jernen, yes. Okay, hey dan, thank you. Bye. Straks zal in Nederland de glasvezelkabel lopen van deur tot deur. En dan woont heel Nederland aan een elektronische snelweg. Maar tot die tijd moeten we doen met data-B-weggetjes, zou ik zeggen. En heb ik alvast ontwikkeld de elektronische ventweg. En wat gebeurt er langs de elektronische ventweg? Aan de elektronische ventweg kunnen abonnees informatiestromen verkrijgen. Heb toegang ook tot bronnen. En dan kan u vergelijken met het Amerikaanse systeem van CompuServe. Dus dat is eigenlijk een BBS, Bulletin Board System. En dat is in het kort elektronische ventweg, dus interactief. En hoe werkt dat system? De elektronische ventweg is dat je om de informatiestromen, dat men toegang daartoe heeft en ook interactief daarin en uit kan wikkelen. Heeft men nodig alleen een interactieve telefoon en een videorecorder. Is zo bijvoorbeeld dat men met mijn abonnees op aangesloten is, men is een point bij de elektronische ventweg en men wil iets weten, dan belt men een van onze mensen op. En dat voorlopig brengt het zelf. En dan neem ik aan en men vraagt informatie uit de stroom wat men wil weten. En dan zoek ik dat op of in de encyclopedie of op bestand van de computer. En dan kan ik meteen interactief antwoord geven aan de abonnee. Ja, dit is dat wat je zoekt. Ja. Duurt wat langer, dan bellen we later terug. Belt een van onze mensen terug met de gewenste informatie. Dat is een van de informatiestromen van de elektronische ventweg. Maar belangrijk is dat men het teleshoppen en videowinkelen met de elektronische ventweg vanuit de eigen luistool kan doen. Dus krasknarren die interactief willen winkelen, die kunnen dat ook vaak slechte weersomstandigheden doen met de elektronische ventweg. Onze mensen, en dat ben ik voorlopig zelf, gaan nu in deze maand bijvoorbeeld, deze weken, is er uitverkoop overal. U ziet het, dat onze mensen gaan daarop uit, die draaien dat. Omdat men thuis dat allemaal niet kan bekijken vanuit de luistertoel, wat de voordeligste aanbiedingen zijn. Dan brengen wij dit in beeld. Wij zetten deze informatie over interactief op een
videocassette. Die cassette die wordt interactief verzonnen. Ja. Dus je gaat in een envelop met daarop het adres van de abonnee. Ja. Abonnee haalt envelop uit bus. Pak cassette, doet cassette in zijn videorecorder. Ja. En dan heeft men dus interactief al die informatie die de elektronische ventweg heeft verzameld. Vanuit luisterstoel gaat men zitten kijken. Men zegt, nou, dat vind ik leuk. Dat is interessant. Dat is een goed artikel. Men maakt daar een notitie van. En men belt dat interactief terug. Die informatiestroom komt dan weer terug naar de elektronische ventweg. Neemt een van onze mensen aan. Is voorlopig mijn vrouw. Die zegt, wat wou u hebben? Ah, dat en dat en dat. Uit die en die etalage. Dat is die zaak. Goed. Komt in orde. Hangt op. Dan gaat een van onze andere mensen, ben ik voorlopig, gaat naar de winkels. En zegt, ik wil dat en dat en dat hebben. Ja, lijstje. Met die bullen gaat hij terug naar de abonnee. Interactief terug. En geeft de abonnee de gevraagde artikelen en rekent verder af. En dat is nog maar één van de mogelijkheden van teleshoppen van de elektronische ventweg. U heeft mijn libido gestimuleerd. Dan help ik u voorkomend uit de kleren. Ik weet zeker dat u hoogelijk waardeert. Dan copuleren wij het hele carnaval. Dus leg uw lingerie maar op mijn kledenstal. Mag ik uw genitaliën toucheren? Zelfs Hitler was een gek op, ook al had hij maar één bal. Als ik u zo zie staan, mevrouw, het gleufje in uw nek zie, dan krijg ik zeer spontaan, mevrouw, een pracht van een erectie. Zou met u willen paren volgens heel de Kama Sutra. Als ik ejaculeer, dan lijkt het wel de Brahma Putra. Mag ik uw genitaliën toucheren? U heeft mijn libido gestimuleerd. Dan help ik u voorkomend uit de kleren. Weet zeker dat u hoogelijk waardeert. Dan copuleren wij het hele carnaval. Dus leg uw lingerie maar op mijn kledenstal. Mag ik uw genitaliën toucheren? Zelfs Hitler was een gek op, ook al had hij maar één bal. Een intieme patio, die mag u best bekijken. Een sappige fellatio, dat zal mij daar wel lijken. Daarna een klein soupeetje met vooraf wat cunnilingus. Ter stimulatie draaien wij een plaat van Charlie Mingus. Mag ik uw genitalium toucheren? U heeft mijn libido gestimuleerd. Dan help ik u voorkomend uit de kleren. Ik weet zeker dat u het hoogelijk waardeert. Dan copuleren wij het hele carnaval. Dus leg uw lingerie maar op mijn kledenstal. Mag ik uw genitaliën toucheren? Zelfs Hitler was een gek op, ook al had hij maar één bal. Mijn vingers willen wandelen van onderen naar boven. Van schaamlippen zo langs uw buik naar beide tepelhoven. Daarna zal ik uw vagina behoedzaam penetreren. Of zal ik met mijn zotskap op voor u wat masturberen? Mag ik uw genitaliën toucheren? U heeft mijn libido gestimuleerd. Dan help ik u voorkomend uit de kleren. Ik weet zeker dat u het hoogelijk waardeert. Dan copuleren wij het hele carnaval. Dus leg uw lingerie maar op mijn kledenstal. Mag ik uw genitaliën toucheren? Zelfs Hitler was een gek op, ook al had hij maar één bal. Parkeerplaats en een meter. Gaat een kwartje in. Minder kan niet, begrijp ik ook al. Oh.
mag ik een kwartier parkeren. Ja? Ik moet even naar de sigarenwinkel. Moet je opletten wat er gebeurt. Dat was jongsleden dinsdag. Toen diende voor het Amsterdams gerechtshof de zaak versus de automobilist, geprotesteerd, omdat hij geen geldig parkeerbewijs voor zijn ruit had liggen en een bekeuring had gekregen. En hij zei, ja kijk, ik had het er wel neergelegd, maar bij het dichtslaan van de deur was het weggewapperd op de vloer. Dat komt dus heel vaak voor, zoals u ziet. Volkomen terecht. En later kon hij wel een parkeerbewijs overleggen en geldig. En toen hoefde hij dus de bekeuring niet te betalen. Kijk, daar gaat hij alweer. Hoeft hij de bekeuring niet te betalen. Nou, dat is dus een heel interessant juridisch precedent. Hè? Want de zaak ligt nu bij de Hoge Raad. En als die de conclusie van het Amsterdamse Hof onderschrijft, dan moet dat hele parkeersysteem in Nederland op de helling. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? En daarom denk ik ook dat in het verlengde van deze zaak de klacht van mijn cliënt Edgar Oosting zonder meer ontvankelijk zou worden verklaard. Ja, pak je de bak gekocht. Wordt ook steeds duurder, maar goed. Ik heb verder niks te doen hier. Ga terug naar moeder de vrouw. Maar er zit nog, zeg, 11 minuten op de meter. Dat is 19 cent. Ja? Die ik ten onrechte betaal. Kan ik aan de volgende parkeerder gaan vragen, heeft u 19 cent voor me? Onzin, natuurlijk een beetje gewoontjes. Bovendien is er een plaats vrij hier, dus dat is waanzin. Het gebeurt me 30, 40 keer per maand. Is zeker 500 scholen per jaar die de gemeente ten onrechte toezicht. Dus die gaan een hele zware pijp roken. Laat dat maar over van Pier to Poel. Ja? Kijk maar gerust. En je betaalt wegenbelasting en je staat stil. Maar goed, daar heb ik het niet over. Maar dit, dat kan niet. Hier worden ze op een ontoelaatbare wijze, die in strijd is met alle elementaire rechtsgronden, wordt hier een opportune voorheffing gegeven. En dat kan natuurlijk niet. En wanneer wij deze zaak winnen, en daar twijfel ik geen moment aan, dan moeten al die parkeermeters dusdanig worden gereconstrueerd en herbouwd, dat de parkeerder pas achteraf betaald voor de in concreto geparkeerde tijd. Hè? En dat is het leuke ook van Nederland op dit moment, deze welvaartsstaat, dat er steeds meer cliënten zijn die lijden aan een geweldige creatieve verveling, zal ik maar zeggen. Hè? Die de lust en de tijd en de energie hebben om een geweldige pot te mieren neuken. En het leuke is dat je als advocaat binnen deze rechtsstaat van iedere gezifte mug een fantastisch interessante olifant kunt maken. Het is vrijdagmorgen 11 uur als Kees van Kooten zich posteert op een parkeerplaats van een middelgrote gemeente ergens in het westen van Nederland. Op een afgesproken tijdstip arriveert informant Wim de Bie. Heimelijk, maar duidelijk zichtbaar voor onze camera, overhandigt de Bie Kees van Kooten een zeer persoonlijk document. Het is de Bie's lidmaatschapspas van de plaatselijke openbare bibliotheek die duidelijk zijn naam en adres vermeldt. Gewapend met de Bie's persoonlijke pasje gaat Van Kooten proberen een boek te lenen. Onze verborgen camera legt vast wat er binnen gebeurt. Het is gelukt. Met de identiteit van een ander slaagde Van Kooten erin een boek te lenen uit de openbare bibliotheek.
duidelijk wordt aangegeven dat dit natuurgebied uitsluitend met een geldige toegangskaart kan worden betreden. Van Koten bezit een dergelijk document niet. En het is de Bie die hem onopgemerkt, maar duidelijk zichtbaar voor onze camera, zijn eigen kaart overhandigt. Ook dit is een persoonlijke, op naam van de Bie gestelde lidmaatschapskaart. Gewapend met dit identiteitsbewijs betreedt Van Koten het terrein. Een verborgen camera registreert de risicovolle onderneming. Er is niemand die Van Koten tegenhoudt. Geen enkele functionaris toont zich bereid Van Kotens identiteit te controleren. Het heeft er alle schijn van dat onze nationale culturele instellingen zich niets aantrekken van enige persoonsgebondenheid. Zolang de intellectueel zijn contributie maar betaalt, is er voor hen geen vuiltje aan de lucht. Nog bonter maakt ons team het als de Bie met de museumjaarkaart van Van Koten gaat proberen geheel gratis een belangrijke tentoonstelling te bezoeken. De museumjaarkaart is nota bene voorzien van een pasfoto die overduidelijk niet de beeltenis van de Bie toont. De verborgen camera registreert wat er gebeurt in de hal van het museum. Wat zegt u? Dat bent u niet. Is die goede kaart? Dat ben ik nou hoor. Ik ben zonder bril. Nou, dat kan ik er toch echt niet van maken nee. Hoor. De truc gaat niet op. Door de alertheid van het personeelslid wordt de identiteitswisseling ontdekt. De Bie dient eieren voor zijn geld te kiezen. Hoewel voorzien van een geldig, legaal toegangsbewijs, maar met de jaarkaart van een ander nog altijd op zak, slaagt de Bie er niet in onbevangen te genieten van de uitgestalde kunstschatten. Het is niet haar echte vader. Oh, gelukkig. Maar dat weet ze niet. Godzijdank, nergens een zweempje van urinegeur. Wat dacht je van een huwelijksreis naar Bonaire, lieve Kitty? Ik weet het nog niet zeker, Jochem. Bonaire. Daar zit nog een oud maatje van me uit militaire dienst. Kees Brussen. Wie is Kees Brussen nou weer? Ach ja, ik vergeet steeds dat er 30 jaar leeftijdsverschil tussen ons zit. Eén ding moet je me beloven, Jochem. Voor wij het huwelijksbootje instappen, wil ik dat je een genenonderzoek laat doen. Maar lieveling, ik wil niks liever. Wat doet papa toch raar de laatste tijd? Hij lijkt zo afwezig. Dat is hij ook, Bobby. Vaak nachtenlang. En die foute kleren ook. Koop jij die soms voor hem? Was het maar waar. Nee. Ik ben bang dat zijn genen hem weer eens parten spelen.
Ik wist helemaal niet dat papa genen had. Oh, die heeft die jongen. En niet zo weinig ook. Maar ik ben jullie kind. Dan heb ik dus ook die genen. Ik moet je iets bekennen, Bert. Je bent toch niet weer bekeurd op de carpoolstrook, hè? Nee, maar ik zat wel met z'n tweeën in de auto. Dat is er één te weinig, Bonnie. Nee, één te veel. Ik ben zwanger. Een embryootje. Maar dan kunnen we laten klonen. Stel je eens voor, 7 precies dezelfde zonen. Jij idioot. Dag, dokter Hoek. Dag, meneer Jochems. Gaat u zitten. Graag. Heeft u de uitslag van mijn genen? Ik heb die genen van u eens op een rijtje gezet, meneer Jochems. En, dokter? Dat was zelfs voor mij als geneticus even schrikken. Heb ik het homogen? Onder andere. Daarnaast heeft u het agressiegen, het geldingsgen, het bigen, het ja-gen, disproportionele moordlust en het leugen. Het leugen? Ja, meneer Jochems, het leugen. U bent met andere woorden een pathologische jokkebrok. Dat is niet waar. Voilà. De dokter zegt dat hij nog nooit zulke betrouwbare heterogenen heeft gezien als die van mij. Je liegt, Jochem. Ik heb vanmiddag je zoon gesproken. Bobby. Oh ja? En wat had meneer te vertellen? Niet veel. Alleen dat jij een geboren leugenaar bent. Maar Kitty... Waar zit je gezond verstand, schat? Mijn zoon heeft dezelfde genen als ik. Dus als hij mij een leugenaar noemt, dan ligt hij dat toch? Ach, natuurlijk. Hoe kon ik zo dom zijn? Maar dan kan de bruiloft vanavond gewoon doorgaan. Natuurlijk, schat. Al wordt dit mijn vijfde... Elke huwelijksnacht is toch weer de eerste. En daarom moest ik bij hem weg. Ik begrijp het, Bonnie. Jullie genen zaten niet op dezelfde golflengte. Hij had zo'n enorm geldingsgen. Hij wilde over mijn rug een nieuw... superras klonen. De bastaard. Bobby? Wil jij met me trouwen? Wat dacht je, Bonnie? Ik ga gelijk naar dokter Hoek voor een genenonderzoek. Nee, niet doen. Blijf hier, ik wil het niet weten. Nooit meer. Geen genenonderzoek. Mijn moeder was hem wel als ik thuis kwam uit school, maar ze zat nooit achter het theelicht of zo. Want ze lag altijd in bed.
En dan weer met de buurman van links en dan weer met de buurman van rechts. En dat waren ook allemaal neven. Met mijn eigen vader heb ik moeder eigenlijk nooit zien doen. Nooit. Altijd met neven en opa zelfs. Ik weet niet eens of mijn eigen vader was. Want hij deed het wel met de zusjes. Met mijn zusjes, met alle vijf. En dat vond je, ja, je vond dat normaal. Je dacht er niet bij na, dat was een netwerk. Iedereen deed dat hier. Het was gewoon, zal ik zeggen, de gebruikelijke usance. En ja, dat was deze weg. Daar liepen we dan langs naar school. Maar dan werd je ook weer, en dat vond je heel gewoon, dat was de gebruikelijke usance. Dat dacht je niet bij na, dat je onderweg werd je vier, vijf keer werd je naar binnen getrokken in huis. Dat was allemaal familie en dat hele netwerk. En daar bijvoorbeeld zat een oom en die moest je dan versnikkel blazen. En heeft verderop een tante en die moest je dan met de tong bewerken en zo. Dus je kwam altijd te laat op school. Maar je dacht er niet bij na, je vond het gewoon, want het was hier gewoon de normale gebruikelijke usance. En dan kwam je te laat op school, dus, en dan moest je voor straf moest je in de bezemkas. En dan moest je de meester zijn leuters wingelen. Dat was van straf. En pas daarna mocht je in de bank gaan zitten. En met al, want ja, ze moesten de smurrie kwijt. Ze moesten, het spul moesten ze los van komen. En dat dacht je niet bij na, voor je gewoon. Dat was hier de gebruikelijke usance. Ja, daar zijn ze bijvoorbeeld. Het heeft ook heel lang geduurd voordat ik een schaap normaal kon bekijken met normale ogen. Want vroeger zat er altijd een oom of een neef achterop, hè, op die schapen. Dat zie ik nog steeds zo door de wei hobbelen. Die oom achterop zo'n schaap of zo'n neef. En de een ging eraf en de ander weer erop. Hè. Heel lang geduurd voordat ik dat normaal kon zien. En dat vond je heel gewoon, dat vond je, ja, iedereen deed het in het netwerk. Dus het was gewoon de normale gebruikelijke usance. Zo'n hek, ik geloof verdomd dat het hetzelfde hek is. Daar werd dan een meid dan vastgebonden, nakend. Een nichtje meestal of een tante, jonge tante. En dan namen ze zo een aanloop van daar uit het weiland. Neven, broers. En dan sprongen ze erachterop en dan schoten ze zo op het spul. Ze moesten het spul kwijt, hè. Dat was het. En dat vond je heel gewoon. Dat was normaal, iedereen deed het de hele dag. Dat was het gekke. Het was gewoon de normale gebruikelijke usance. En daarom is het natuurlijk uitstekend dat er nu pornografie is. Want we moesten toen alles nog zelf doen, hè. Goedemiddag. U wil lekker hier gaan zitten, hè? Ja, het bankje staat ervoor, hè? Ja, ja. En het is lekker droog, hè? Ja, gelukkig wel. Een mooie herfst, hè? Ja. Ja. Als het zou regenen, zou het nog droger zijn hier, hè? Ja, dat weet ik ook. Ja, ja, ja. En het regent nog ineens? Nee, gelukkig niet. Nee, dus droger dan hier kan je niet zitten, hè? Nee. Ik zou toch maar uitkijken dat je niet nat wordt. Hoe bedoelt u? Ja, weet je best. Dat je in je lagere regionen, dat je nat wordt in je lagere regionen. Ja. Hey. Waar blijft de bus, hè? Oh, u wacht op de bus? Bus 3. Oh ja. Vindt u helemaal niet erg, hè? Wat vind ik niet erg? Dat de bus er nog niet is, hè? Al kwam de bus nooit, hè? Want er valt hier genoeg te zien. Ja. Maar eens opzij kijken. Kijk eens opzij. Kijk. Oh ja, was me nog niet zo opgevallen. Oh nee.
Ja, de reclame wordt steeds explicieter. Explicieter, ja. Explicieter, ja. Maar dit is een gewone bustershouder, hè? Ja. Dit is geen poezebra, hè? Ach. In de halte daar verderop, daar hangt een mevrouw met een poezebra. Je weet toch wel wat het is, een poezebra? Daar kan ik me wel een voorstelling van maken, hoor. Ja. Onderin de bustershouder zit er zo'n ijzeren bodem. Dat ze de bustes van de mevrouw zo omhoog gaan, hè? Ja. Dat je er zo eigenlijk, als je ervoor staat, dat je zo er van onderaf zo tegenaan kijkt, hè? Als een balkonnetje. Als een balkonnetje. Dat is een poezebra, maar dit is geen poezebra. Want kijk, de mevrouw moet zelf poezep doen met de bustes, hè? Ja. Dus het is gewoon het bustenshouder. Zielig, hè, voor de mevrouw. Kijk, ja, dat zielig, het valt soms niet moet mee. Moet ze het doen, nee. Ja. Jij hoeft helemaal niet met de bus, hè? Hoe bedoelt u? Nee, je zit gewoon hier tegen die mevrouw aan te kijken, hè? Want je hoeft helemaal niet met de bus. Ja. Dacht je dat die mevrouw dat leuk vindt? Hè? Denk je dat die mevrouw dat leuk vindt om zo bekeken te worden? Je hebt toch geen bustershouder nodig? Laat die mevrouw dan met rust. Dat is die mevrouw aan de beroep, hoor. Dan kunt die mevrouw er niks aan doen. Zou jij het leuk vinden als je de hele dag in je blote onderbroek moest hangen en dat is met gevat? Nee. Ik zal maar uitkijken van die kerel, van je bekleding, want hij staat op springen. Glijpen! Smeerpijn, viezerik! Zo, ik heb hem weggejaagd. Hé, zijn we helemaal alleen met z'n tweeën op de wereld? Dag, schattenboutje. Dag, schattenboutje. Dag. Dat is ook een leuke woning, hè, Jet? Eens kijken. Jesse Gatsi. Wat is er, Jet? Jesse Gatsi. Wat is er, zus? Heeft er toch weer een kerel zijn handen niet thuis kunnen houden en dergelijke? Oh, je bedoelt die godsdienstleraar op die school in Rijssen? Nee, die frannukte aan jongens. Die kunnen tenminste nog van zich afbijten. Nee, ik lees hier over die judo-coach. De wereldkampioenes Anita, Irene en Monique. Nou, ja. Jesse Gatsi. Meisjes judoka's kunnen zich toch ook uitstekend verdedigen, zou je zeggen? Ach, Koos. Ja. Je hebt toch geen schijn van kans als zo'n kerel je in een houtgreep neemt en dergelijke? Nou ja, misschien heeft hij ze wel bepaalde grepen bijgebracht, waardoor ze nou juist wereldkampioenen zijn geworden. Zou het toch ook kunnen? Nou, coach, kan je wel zeggen, ik dank onze lieve Heer op mijn blote knieën dat ik nooit het slachtoffer ben geworden van seksuele intimidatie en dergelijke. Oh, nee, nooit. Oh, ik wel. Tenminste, dat heette toen nog niet zo, maar ik ben geloof ik wel eens geconfronteerd, hoor, met seksuele intimidatie. Oh ja, Koos? Ja. Oh ja? En wanneer was dat dan? Dat was van mijn 6e tot mijn 9e en elke week. Oh, daar heb je me nooit iets van verteld, Koos. Nee, schrik, hij komt nu pas boven. Ik denk ook steeds vaker aan hem, hè, nu. Aan wie, Koos? Nou, aan meneer Nawijn. Meneer Nawijn, weet je wel? Onze pianoleraar? Ja, meneer Nawijn, met het blauwe strikje met die witte spikkeltjes. Nou, jij zat zo te spelen. Ja, dan hing meneer Nawijn zo over me heen. Voor de vingerzetting, hè. En dan voelde ik zo die vlinder van hem kietelen in mijn nek. Jesse Gatsi, en eerlijk gezegd ook een beetje in mijn buik. Heeft hij dat bij jou nooit gedaan, meneer Nawijn? Nee, nooit. Hij zat bij mij het hele uur daar op de holpoef. En de visboer ook niet? De visboer, Koos? Dat was toch elke zaterdagmorgen, weet je wel, Jet? Ja. Dan kwam de visboer zo met die grote schaal verse zalm, dat plateau voor pa, aan de keukendeur. Ja. Ja. En ik was 12, 13, 14, zoiets. En dan had ik hem betaald. Ja. En dan draaide ik me om, Jet. Ja, ja. En dan gaf hij me zo. Zo'n tik op mijn billen, de visboer. Jesse Gatsi, een tik op je billen, Koos? En dan zei hij, ik zal nooit vergeten, dag, lekker kapertje van me. Maar voelde jij je niet afschuwelijk vernederd en dergelijke? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Eigenlijk niet. Maar het deed toch vreselijke pijn? Nou, ja, wel als hij kneep. Als hij kneep natuurlijk wel. Jij liet je door de visboer in je billen knijpen? Nee, in mijn borsten. Maar die had ik toen pas net, hè. Dus... Nee. We gaan alsnog een aanklacht indienen tegen de visboer en tegen meneer Nawijn. Ja, maar die zijn toch allebei al lang dood, Jet? En ik heb er toch niks aan overgehouden? Nee, maar dat komt nog wel. En ik heb absoluut geen zin om met een zenuwzieke en misbruikte zuster naar een slachtofferplatform of een lotgenotenweekend te karren. Nee, we gaan een aanklacht indienen. Het gaat niet alleen om jou, heer Koos, ook om de mijne. Het gaat hier
over alle vrouwen. Nou ja, goed, dan kan je wel aan de gang blijven. Dus wat dacht je van Albert en Anton? Hè? Albert de tuinman, ja, Koos? Ja, en Anton de paardenboy. Wat hebben die met je gedaan, Koosje? Nou ja, wat niet. We deden gewoon allerlei leuke spelletjes en zo ook. Maar wanneer dan? Wanneer jij pianoles had van meneer Nardijn. En wat waren dat voor spelletjes, Koos? Nou, dan verstopte ik een knikker of zoiets. En dan moesten ze doen wie hem het eerste had gevonden. En waar verstopte jij die knikker en dergelijke? Meestal in mijn broekje. In je broekje? Ja. Liet jij je door de tuinman en de paardenjongen in je broekje zitten, Koos? Nou ja, niet tegelijk, maar één voor één. En Koos, kwamen ze dan aan je voorbips? Ja, nou ja, ook wel eens aan de voorbips. Maar ik liet ze altijd eerst vooraf de handen wassen in de vijver. Oeh, afschuwelijk, Koos! Ik weet niet wat ik hoor. Ik ben volkomen stupefa en flabbergasted. Ze zouden hem maar bij die kerels gewoon af moeten hakken, midden op het binnenhof. Jet, weet je nog die twee schoorsteenvegers? Oh nee. Die een jaar voor de open haard kwamen. Nee, Koos, zwijg. Ik word er niet goed van. Ik word er onpasselijk van. Ik moet er gewoon van braken. Ik ga nu meester Toepoel bellen. Het is verschrikkelijk wat ik hier hoor. Ja, verdraaid, dan was ik bijna de glazenwasser nog vergeten. Leuk, hè, dat het allemaal weer boven komt. Ik vind het zo lekker, hè. Zo leuk om dat echt gezellig in mijn eentje lekker te verwerken allemaal, hè. Nederland kent evenveel belangen als er fietsen zijn. En dat zijn er nogal wat. En al die belangen dienen behartigd te worden. Ook van de fietsers. De nieuwste groepering komt op voor de belangen van een vergeten groep wielrijders. Het is de ANTB, de Algemene Nederlandse Tandembond, en dit is de voorzitter. Nou, in het algemeen wordt de tandem als komisch ervaren, als een gekke fiets. En dat maak ik helemaal mee nu mijn vrouw is overleden, want dat is een taboe, man alleen op tandem. En dat is volkomen ten onrechte, want de tandem is een volwaardig vervoermiddel dat helaas de ruimte niet krijgt. En in die ruimte zit hem het probleem. Voor een tandem is in de meeste fietsenstallingen geen plaats, zodat de tandemrijder die zijn karretje, zeg maar gerust kar, wil stallen, in moeilijkheden geraakt. Ook andere openbare gelegenheden zijn bepaald tandem onvriendelijk te noemen. Enerzijds is hier wel een fietsgootje aangebracht. Anderzijds is de trap dan in verhouding weer te steil voor de veel zwaardere tandem. Het zijn deze problemen waarvoor de ANTB oplossingen probeert te zoeken om ze vervolgens op het bordje van de overheid te deponeren. En dat is dringend nodig, vindt de ANTB. Nederland raakt hopeloos verstopt met fietsen, maar men gaat inzien dat de tandem een milieuvriendelijke uitkomst biedt. En wij geloven dat bikepooling de oplossing is. Sinds zijn vrouw is overleden, rijdt de ANTB-voorzitter met één leeg zadel rond. Door middel van bikepooling probeert hij de vervoerscapaciteit van zijn tandem te optimaliseren, waardoor de overvolle trottoirs en fietspaden van ons land kunnen worden ontlast. Menige voetganger krijgt zijn diensten aangeboden en dat dit niet altijd wordt gewaardeerd, is te wijten aan de ondergeschoven positie die de tandem nu nog in ons openbaar vervoer inneemt. Thank you.
Een goedemorgen. Goedemorgen. Wij wouden even vragen. Bent u een voetbalfaneut? Een voetbalfaneut? Omdat met het oog op de ontwikkelingen op de sport, televisie en ook het kanaal 7. Ah, ja. Ja, ik hoop wel mijn voetbalwedstrijdje te kunnen blijven meepikken. Ja. Inderdaad, wij ook. Maar als u de oude Nestor Keus Postema wilt zien, dan kost u dat een dure decoder, een kostbare schotel, abonnementskosten. En zodoende kwamen wij op het idee van het sportkanaal aan huis. En kunnen wij u met trots presenteren de kijkportefeuille. De kijkportefeuille? U beschikt over een videorecorder? Ja. De kijkportefeuille gaat eigenlijk uit van het oude idee van de leesportefeuille, waarbij u tijdschriften van de verschillende weken kunt herzien. En zo hebben wij binnen de kijkportefeuille allerlei oude voetbalwedstrijden gedeupt. Oude voetbalwedstrijden? Herinnert u zich bijvoorbeeld de zinderende derby tussen Sparta en Feyenoord in 1993? Nee, ik kan me niet herinneren. Dan zult u deze zeker nog eens moeten bekijken. Ik zal u de uitslag niet verheulen. En die hebben wij ook niet op de buitenzijde der cassette aangegeven. Weet u nog, vorig seizoen PSV-Ajax, de match? PSV-Ajax. Was dat die wedstrijd waarbij Mark Overmars 3 maal scoorde? Kijk, dat bewijst nu exact het leuke van de kijkportefeuille, dat u zich daarmee het hele geheugen weer eens op kunt frissen. En dan krijgt u bovendien als welkomstpremie alle hoogtepunten uit de wedstrijden nek-pek, pek-nek en nek-nak en pek-nak vanaf 1985. En dat kost u slechts 1 tientje. En dan hoop ik hier volgende week de oude banden om te kunnen wisselen tegen nieuwe hoogtepunten uit de kijkportefeuille. Alsjeblieft. Dank u wel. En nu maar lekker genieten in uw leuje stoel, als het ware in uw eigen colosseum van al deze teutanen wedstrijden. U heeft een luie stoel? Een luie stoel? Ja, wel degelijk. Ja hoor. Wij kunnen deze fauteuil desgewenst geheel overnieuw stoffeuren, met een sterke bekleding in allerlei leuke motieven. Hallo, hoe gaat het ermee? Alles goed? Hallo, alles goed? Hallo, hoe gaat het ermee? Thuis ook goed. Prettige dag verder, hè? Nee, Karel, hou je nou maar heel rustig. En dan komt het allemaal best voor elkaar. Dan kom ik morgen nog wel even kijken, hè? Oké. Oh ja, ja, hier in de wijk wonen ze nog allemaal, hè? De oude leden van de PvdA. Eerste garnituur. En die komen dus van de week allemaal aan mij vragen van de naad, is het waar? Heeft Wim Kok het socialisme afgeschaft? En als ik dat dan bevestig, dan komen vaak de waterlanders. Hè. Hebben een hele leven geknokt voor het socialisme. En hoe moet het dan op de 1e mei, vragen ze mij dan van de naad. Daar doen wij nog veel aan hier in de afdeling. Dag van de arbeid. Ja, we gaan niet met optochten en vlaggen de straat op. Maar we organiseren een busreisje of zo naar het Zwarte Woud of het Drielandenput. Ik zei, nee, dat kan blijven, maar het hoeft niet meer per se op de 1e mei. Hoe heeft Wim Kok het gezegd in die redenvoering? De ideologische veren, die zijn afgeschud. En dat is een probleem voor onze partij. Maar in bepaalde opzichten ook een bevrijdende ervaring, zoiets. De ideologische veren, dat zijn wij, de oude makkers. Die zijn afgeschud zonder één woord van dankjewel of hulde. Nee, het was een bevrijdende ervaring. Ja. Ja, het zou allemaal niet zo om te huilen zijn als er ook iets was waargemaakt van de socialistische idealen. Hebben we een rechtvaardige samenleving gekregen? Zijn geld, kennis en macht rechtvaardiger verdeeld? Moeten we blij zijn met de totale overwinning van het liberale kapitalisme? Valt er niemand meer uit de boot? We zijn afgeschud.
Ik zou zeggen, Wim Kok, regeer jij maar fijn verder met de liberalen. Breek die hele verzorgingsstaat maar af met je miljarden en miljarden aan bezuinigingen. Pleur de mensen maar uit de WHO. Wals het hele land maar plat onder het asfalt en de treinrails en de startbanen. Van ons heb je geen last meer. Die ideologische veren zijn afgeschud. Maar laat me één ding zeggen, Kok. Zonder die veren wordt het een beetje kaal op je rug. Je bent een kale kok, Meeuw. In een heel duur streepjespak. We moeten niks. Je hoeveelste is dat, schat? Mijn eerste. Nou goed. Oh, dan neem ik ook mijn eerste. En daarna gaan we weg, hè? Ik ga niet. Wat zullen we nou krijgen? Ik ga niet meer. Zeg, doe niet zo raar. Drink dat glas leeg en sta op. We gaan weg. We moeten weg. Ik kan er niet meer tegen. Nou, dan moet je niet zoveel drinken. Bij O'Neill zat je al te slapen toen die beide zoons nog moesten binnenkomen. Ik zat niet te slapen. Ik had mijn ogen dicht gedaan, omdat ik het niet meer aan kon zien. Je bent een beetje een scheitenbak, hè? Zodra het moeilijk wordt, geeft meneer niet thuis. Oh, nou, mij is toneel niet zo snel te moeilijk, hoor. Oh, mij wel. Nou, jij dacht dat Hecabé een nieuw soort hondenvoer was, lieveling, in plaats van een drama van Euripides. Oh, wacht even. Dat was toen ik jou stomdronken uit het theatercafé moest opvissen. Omdat meneer met zijn verlopen hoofd gedacht had dat hij wel even op kon stappen bij een bloedmooi gespeelde prachtvoorstelling. Omdat meneer waarschijnlijk iets te weinig smaak heeft, hè? Nee. Ja. Daarom ben ik ook met jou getrouwd. Oh ja. Ha, 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 ha. Met een would-be intellectueel wijf dat aan het slot van elke voorstelling als eerste de dikke reet van haar stoel losscheurt om als een oversekste randebiel bravo Pierre te gaan krijsen. Hoe heette dat drama in de gasfabriek waar jij notabene met je aansteker ging zitten zwaaien? Oh, dat weet je dus al niet meer. Lul. Lul. Dat ben je dus al vergeten, hè? En dat komt omdat je geen gevoel hebt voor toneel en omdat je überhaupt een ongevoelige, impotente klootzak bent. Ik ongevoelig? Ja, jij. Ik meen mij toch te herinneren en misschien daagt er ergens achterin die verzopen en trouwens behoorlijk kaalgeverfde kuttenkop van je, hè? Dat wij toen ons huwelijk nog wel wat leek te worden, hè? Hand in hand van Virginia Woolf hebben zitten genieten. Oh ja, ja, ja. Toen jij God beter het al een verhouding had met Saskia. Daar gaat het nou niet om. En met Saskia 2. En met die rode remedial teacher van je zoon, waarmee het ook geen fuck is geworden. Omdat die juffrouw wel wat anders aan haar hoofd had. En tussen haar benen, namelijk die verlopen rotkop van jou, tussen haar benen. Ja, ja. Omdat het een junk is, is het ineens mijn zoon. Luister, misschien kan je dit nog in die spons van je opnemen. Maar ik heb geen zin om weer een hele avond tegen die radeloze leegte van een paar uitzichtloze, vastgelopen, verwoeste lezers aan te kijken. Oh god, er wordt fantastisch toneel gespeeld in Nederland op het moment. Dat ontken ik ook niet, trut. De zak ziet het niet. Werd er maar niet zo goed geacteerd, dan kon ik er misschien wel tegen. Maar altijd weer dat levensechte gehuil en dat geschreeuw en dat gezuip. En altijd maar weer dat fake bloed. Steek je kop toch niet zo in het zand, idioot. Kijk eens naar de wereld buiten. Ziet die er dan soms beter uit, hè? Die wereld maak ik de hele dag al mee. Mag ik vanavond eventjes die wereld vergeten? Ja, ja. En theater is voor mij de mogelijkheid om even te ontsnappen aan dit gruwelijke, wurgende huwelijk. Begrijp dat dan toch? Begrijp dat dan toch? Begrijp dat dan toch? Begrijp dat dan toch? Maar de mensen die wij gaan zien, zijn er toch net zo verschrikkelijk aan toe? Al die figuren van Gerard Jan Reinders, Hedda Gabler, Lars Noren. En altijd maar weer dat afgehouden hoofd van die Johannes de Doper. Ik kan er niet meer tegen.
heb ik dan de hele middag bij de kapper gezeten. Om met mijn zoveelste wonderbra naar het theater van de lach te gaan of zo. En wie moeten we daar dan tegenkomen? Er is geen oplossing. Hier niet. En daar niet. Ik smeek je. Laten we thuis blijven. We gooien ons abonnement in de haard en we blijven hier. Samen? Samen. Maar wat moeten we dan doen? Laten we dronken worden op de Matthäus Passion. Helemaal? Nee, helemaal dronken. Ja, de trend is ook in het amusement naar emoties. Er mag weer gehuild worden, de mensen gaan voor de traan. En dat zie je natuurlijk niet alleen met de soaps op televisie, maar ook en vooral in het theater. In het theater mag gehuild worden. En men vraagt niet zozeer om goede acts, maar om acts die ontroeren. Ja, wat zeg je zo meteen tegen de impresario, meneer? Ik vind het leuk. Ja. Goed zo. En blijven zitten, hè? Niet rond gaan lopen. Ik vind het leuk. Nou, het is ook leuk. Hè? Het is ook leuk. Het is leuk. Ja, het is leuk. Het is een hele zorg, maar ze zijn zo lief, hè? Ik vind het leuk. Ja. Ik denk dat wat je nu ziet gebeuren met de geestelijke gehandicapten, dat ze coming out zijn in het amusement, dat nog maar het begin is. Je ziet nu musicals met geestelijk gehandicapten, toneelstukken. Een Jostie-band zou moeiteloos een hele maand in een vol carré kunnen staan. En waar wij het vooral aan merken, dat zijn de bedrijven, het bedrijfsleven. Met congressen, met productpresentaties, met dealerdagen worden wij benaderd van: hebben jullie voor ons geen groepje geestelijk gehandicapten? Want daarmee kan een directie natuurlijk ook zijn sociaal engagement bewijzen. En het zijn natuurlijk voor ons de makkelijkste artiesten die er zijn, omdat ze absoluut geen capsones hebben. Als de faciliteiten wat minder zijn, kunnen ze met z'n twintigen in een kleedkamer. Vaak gaan er ouders of verzorgers mee, dus we hebben er eigenlijk geen omkijken naar. En ze zijn ontzettend lief. Dus voor ons is het ideaal. En ik heb er vandaag alleen alweer 10 om te screenen, want het blijft maar komen, het aanbod. Is die eerste er al, Agnes? Jazeker. Laat maar binnen, hoor. Komt u maar, hoor. Ah, fijn, dank u wel. Dank u wel. Ga jij maar hier zitten, René. Ah, goedemorgen. Gaat u zitten. Ja, dank u wel. U bent lekker op tijd, hè? Het is nog geen 1,5 uur. Ja, we zijn voor de zekerheid wat eerder gekomen. We waren om 10 uur al hier. Ja, ik vind het leuk. Ja, fijn zo. Jij vindt het leuk. En dat is René. Hoe oud is René? Zeg het zelf maar, René. Zes. Nou, hij is een beetje ouder, hè? Hij is 42 jaar, René. 42, dat is een grote jongen. Hè? En René woont nog thuis bij de ouders? Ja, René woont nog bij zijn vader en moeder. En we hopen ook dat ik en mevrouw dat nog lang kunnen volhouden. Maar daarom zou het dus ook wel fijn zijn als René in het artiestenvak verder komt. Dat hij ook een beetje zelfstandig wordt daarin. Ik vind het leuk. Dat is het belangrijkste, dat René het zelf leuk vindt, hè? En het honorarium worden we het ook wel over eens. Hebt u eigen vervoer? Ja, ik heb een auto en ik wou dus ook wel mee met René met de optredens. Als dat kan. Dat kan, ja. Nou, aanstaande dinsdag, René, is er van allerlei meneren in een grote zaal, dat is 3-in-1 in Huizen, een congres. Komen ze bij elkaar, assurantie tussenpersoon. Dus daar zou jij al iets kunnen doen. Kan dat, tussen 3,5-4? Ik vind het leuk. Dat kan, dinsdag, ja, dat kan. Jou, hè? Ja. Moet hij niet even wat voorspelen nog? Nou, nee hoor, dat hoeft niet. Ik heb het al gezien. Dat kan niet missen. Oh, nou. Oh. Is het leuk? Nou, leuk. Ik vind het leuk. Ja, leuk. Prachtig, hè?
Zou zo een cd ervan kunnen maken, maar je moet hem zien, hè? Je moet hem zien. En ze zijn zo lief. Artiestenbloed hebt die van mij, zeker weten. Die van zijn vader. Gedaan, Krul. Papa is trots op je. Hoi. Knap gedaan. Oh, pa, nou, ik zou gedacht, we moeten om 10 uur in de bos op. Kunnen we dan eten in Oostenrijk? Ga naar de kleedkamer, bij de zwaan. Papa lekker. Komt zo naar de kleedkamer. Ga maar. Ik vind het leuk. Hè? Leuk. Ja. Ze zijn zo lief, hè? In Nederland dan eigenlijk 9 van de 10 mensen met een walkman op zien lopen. Denk ik dat de ontwikkeling in de multimedia zo zal zijn dat de mensen binnen 5 jaar allemaal met een virtual reality helm oplopen. Over straat. En er zijn al virtual reality helms in Amerika, natuurlijk, maar die zijn duizenden dollars. Dus ik dacht, ik maak gewoon mijn eigen virtual reality helm. Omdat ik toch 2 keer per dag dezelfde weg naar de zaak heb. En ik ken die weg, die ken ik dromen. Maar het is een hele vervelende route waar eigenlijk nooit iets nieuws gebeurt. Dus dan kijk ik wat voor weer het is 's ochtends. En dan pas ik daar mijn virtual reality aan. Dat ik dus eigenlijk, in plaats van door die vervelende reality, dat ik lekker door de virtual reality van het mooie witte strand en de golven naar de zaak loop. En hangt er ook vanaf wat dan voor weer het is. Dus morgen denk ik dat ik eens lekker door Parijs naar... Lekker door Parijs naar de zaak loop. Dat ik dus een prettige reality heb dan de reality die ik al ken. Nou, we zitten aan de vooravond van het grote drugsdebat in Den Haag. En nou stelt de oppositie CDA voor dat er 0 gram nederwiet verkrijgbaar moet zijn in 0 coffeeshops. Dus dat zijn echt Mauser's Kriebel. De nullo's van het parlement. Terwijl zorgdrager van plan is en borst om te zeggen nee, 5 gram, dit is ongeveer 5 gram, is het maximum wat verkrijgbaar mag zijn per persoon per keer. Dus het is hartstikke onduidelijk. En het lullige is dat ik me ook, ja jij mag de pijn, maar ik voel me ook zo ouwe lullerig in dat hele drugsgebeuren. Ja, het is nou 11:30. En ik heb die 5 gram wiet al achter de kiezen. Dus als die 5 grams norm doorgaat, is dat voor mij ramp. Want hoe kom ik verder de dag door? Ik sta het niet buiten. Ik sta het echt niet buiten. Kijk, toen wij het begonnen te gebruiken waar het allemaal mee is begonnen, de hele pop en zo... Toen waren het geestverruimende middelen, zo noemden we dat. Omdat we de geest verruimden door kilometers door de regen te gaan fietsen. Om voor een 10 gemalen kippenstront te scoren. En dan waren we zo dankbaar dat je automatisch begon te aquarellen en te tekenen en te dansen en muziek te maken. En dat zijn we altijd blijven doen, maar het wordt ze zo makkelijk gemaakt, die pikjes van tegenwoordig. De enige begrenzing is dat een koffieshop niet binnen de 250 meter van een school mag staan. Mauser's Kriebel, jij mag de pijn mag. Dus ik voel me echt een oude zak in die hele
drugsdiscussie. En die superskunk van tegenwoordig, die opent mijn dichtaderen op een dergelijke wijze dat er hele cyclussen uitstromen. Dus als we uiteindelijk gaan naar nul coffeeshops, dan is dat de dood van de poëzie. Dat realiseren ze zich niet. Kijk, dat was een ritme van de oude Hopi-Indianen, die er ontzettend veel moeite voor moesten doen, hele inwijdingsrituelen om de eerste peyote te gebruiken. En daar heb ik het dus over, dat het veel te makkelijk wordt gemaakt, dus ik stel voor, omdat we 650.000 cannabisgebruikers hebben, waar dus voor mij geen ene reet uitkomt behalve die graffiti, neem me niet kwalijk, en een beetje housen, Mozes, kriebel, jij mag de pijmer, dat er gewoon wordt gezegd, oké, jij mag je 5 gram of meer, maar laat dan ook zien dat je een schilderij hebt gemaakt. Laat zien dat je kan dansen. Laat zien dat je altsax hebt leren spelen. En dan zegt een ambtenaar, oké, hier is jouw portie. Dus een contraprestatieregeling voor dat goddelijke kruis. Daar gaat het om. Koos! Iedereen... Koos! Hoor op! Weet je wat ze van plan zijn? Dat is een voorbeeld. Wat? Ze willen mijn dichtaderen droogleggen. Nou, Mozes Kribbel, daar heb ik het net over. Die synchroniciteit, daar heb je het weer. Daar heb ik het net over. Kijk, Robbie is het voorbeeld van iemand die door de jaren heen, vanaf de 60e jaren zijn kan is, creatief is blijven gebruiken. Altijd creatief gebruiken. Als hij dus niet meer mag dan die armzalige 5 gram per dag, dan neem je een timmerman zijn hamer af. Heel goed, Koos. En ik vind dat we wel iets moeten doen, hoor. Juist tijdens deze boekenweek moeten wij een protest mobiliseren onder onze collega's, schrijvers en dichters. Dit kan niet. De creatieve geesten moeten wij bundelen om het tij te keren. Ik heb een plan, Koos, ik heb een plan. Vertel. Ja, dat willen wij dan graag wel eventjes van de gelegenheid gebruik maken. Meneer Komrijn, mogen wij even? Het woord is aan de actieleider, de heer Koos Koets. Dames en heren, mag ik dit feest der geest even onderbreken om uw aandacht te vragen voor een noodkreet tegen het repressieve drugsbeleid dat volgende week in Nederland van kracht dreigt te worden en dat zeker ten koste zal gaan van de poëzie. Zodat de heer Gerard Komrij aan de 21ste eeuw misschien enkele, maar zeker geen 1000 en enige gedichten zal overhouden. Jij mag de pijmer. En dat alles onder druk van Frankrijk, waar sinds Rimbaud geen behoorlijke popdichter meer vandaan is gekomen, omdat daar nou eenmaal niet gebloot mag worden, zodat ze hier overlast bij de coffeeshops komen brengen, hè, omdat ze stonet willen worden, die vreselijke Fransen. En mijn collega en vriend, de dichter Robbie Kerkhoff, zal graag uit protest enige versen uit zijn 5 grams normcyclus voordragen. Heel graag. Nummer 1. Een lange tuinier uit Kokkengen, die wou ook zijn jointje verlengen. Juist. Hij kreeg slechts 5 gram, waardoor het dus kwam dat hij het met hooi moest vermengen. Ja, u zult gemerkt hebben dat Robbie een vrij strakke versvorm hanteert. Dat vind ik wel nodig. Meneer Komrij kent de vorm wel, dus de limerik. Het rijmschema AABBA. Waarom heb je dat gedaan, Rob? Nou, dat we niet het verwijt krijgen van die blowers die doen maar wat, weet je wel. Die frieken uit met de jazz en de poetry. Ja, precies. Moet allemaal strak in de vorm. Heb je er nog een? Ik heb er wel 100. Goed, nog een. Nummer 2. Ja. Een architect uit Apkoude, die slaagde onlangs met cum laude. Wacht even, dat is te veel, Rob. Met cum laude. Met het is, cum laude. Hij slaagde cum laude of met lof. Maar met cum laude is te veel, weet je wel. Dat is 1 letter. Wacht even, veel. Hij slaagde voor zijn cum laude. Hij slaagde met lof. Hij slaagde, of hij slaagde met cum laude. Maar met cum laude... Oké, daar gaat hij dan. 2. Ja? Een architect uit Apkoude. Juist. Die slaagde onlangs met zijn laude. Ja, okay, omdat kan, hij kan. Conform dat zo heten, ja, de 5 grammen norm ja. Per woning 1 teeltruimte
bouwde. En kijk, ja, kijk, als die coffeeshops, die gaan daar naar nul terug, dat is de bedoeling eigenlijk. Dat is de norm. Dus die architecten, die moeten nou voortaan die hobbyruimtes in die nieuwbouwen, die moeten ze verbouwen tot kweekruimtes voor je eigen bedrijf. Daar gaan we heen. Ja, ja, de fietsenkelder wordt een teldraad. Of in de hobbyruimte. Nog eentje. Drie. Een blowende bakker uit Dieren, die zou zijn verjaardag gaan vieren. Dus hij wou volop wiet, maar dat gaven ze niet, omdat ze weer over die 5-grams-norm begonnen te klieren. Ja. Die laatste zin loopt nog niet helemaal. Geef dat dan aan de heer Komrij. Dan geef ik aan die heeft vanaf de 12e eeuw alles herschreven, dus die brengt dat in elkaar. Oh ja, en dat dan is komt goed. Het goed. En de lettergrepen goed. En dan sta jij misschien ook wel in het volgende deel. Poëzie van de 20e eeuw met één gedicht. En dat zou volkomen terecht zijn, Robbie. Dank u wel. Alsjeblieft, meneer Komrij, zijn de gedichten voor de volgende druk. Dank u wel. Gaat het nog over. Dank u wel. Meneer Van der Hek, mogen we even entrumperen? Even een hele kleine onderbreking. Een kleine onderbreking, 5 minuten. Het is nu nog wel een dikke pret natuurlijk, ook met het werk van de heer Van het Hek, terecht. Maar dat kan volgende week afgelopen zijn. Dat zal ook de heer Van het Hek merken. Als die bijvoorbeeld op Oudejaarsdag, wanneer om 4 uur 's middags de coffeeshops dicht zijn, zijn portie cannabis niet meer kan halen, dan merk je dat ongetwijfeld aan de oudejaarsconferenzen. Ook de grappen zullen dan minder wierd zijn. 1. Er was eens een ober in Madurodam, ja, die tussen de middag een jointje nam. Maar wie schetst zijn verbazing? Als toppunt van verdwazing geldt daar dus de norm van 1 gram. Juist. Ja, ik heb hem bijna. Kijk, we zeggen niet everybody must get stoned. Maar diegene die er een creatief gebruik van maken, mag geen strootje breed in de weg worden gelegd. Jij mag de pijn maken. Ik heb hem, Koos. Ik heb hem. Oké, we gaan morgen naar Den Haag. En zodra die van de camp van het CDA het woord neemt, staan wij op de publieke tribune. En dan leest Robbie nog 1 protestpoem voor. Take it away, Rob. Zorgdrager en borst uit Den Haag, die zitten met ons in hun maag. Want onder de plak van die rechtse Chirac drinkt men liever een stuk in zijn kraag. Oké, Mozes Schiebel, jij mag de pijn maar goed worden. Hé? Wat hoor je wel? Kleine kinderen worden groot, Frank. Kleine kinderen worden groot, hè, moeder. En dan vliegen ze uit, hè? En dan vliegen ze uit, ja. En Frank ook. Hij krijgt nou een hele eigen kamer in huis, papa's oude werkkamer. En ook een eigen televisietoestel, dat hij zelf kan kijken wat hij wil. Maar dat ik kan kijken wat ik wil, ja, moeder. Ga ik me even knikken. Nou, daar gaan we, moeder. Ja. Dat is ook een leuk moeder, dat is niet van. Die is ook heel leuk, moeder. Ook ja. Een drommeltje. Ja, en vooral bij je nieuwe gordijnen of deze. Die tint is net een beetje de ook heel leuk, moeder. Zit er in deze toestellen nou al zo'n anti-geweld chip? Nee, die zit er nog steeds niet in. Nee? Nee? Dus er is gewoon geweld op het toestel nog? Ja, wel. Zonder meer. Ja? Nou, dat is eigenlijk niet zo erg. Want Frank houdt helemaal niet van geweld. Nee. Hè? En volgens mij zijn die chips ook helemaal niet nodig. Als de ouders er maar bij blijven bij het kijken. Het zit volgens mij in het opvoedingspatroon. Of een kind agressief opgroeit of niet. En ik ben er altijd bij gebleven. Want weet je nog, Frank? Dan keken we samen op Floris. Floris, weet je nog wel, was heel gezellig, hè? Reuze gezellig. Was ontzettend worden. Gezellig. Dan zat hij in zijn pyjamaatje op mijn schoot. Met een bordje yoghurt erbij. Ja. En als er dan iets engs gebeurde in beeld, dan kon mama het relativeren. Zodat hij toch rustig kon gaan slapen, hè? Dus je moet het niet weghouden. Ze moeten wel weten dat het een harde buitenwereld is. Maar als je er maar bij blijft, hè? Kwestie van opvoeden. En toen had je ook die hele grote, groene, sterke meneer. Hoe heet je die ook alweer van? Ja, dat was de Hulk, moeder. Dat was de Hulk, ja. Toen was mijn man al het huis uit. Ja. Toen zat hij ook niet meer op mijn schoot, Frank, natuurlijk. Zat hij naast me op de bank, hè? Maar dan kon ik dat ook begeleiden en zeggen: Frank, het is helemaal niet zo erg. Het is allemaal maar namaak, hè? Dus die chip hoeft er voor Frank niet in, want hij is helemaal niet agressief. Nee. Er zit helemaal geen kwaad bij met de jongen. Nee, er zit eigenlijk helemaal niets bij. Er zit helemaal niets bij, de Frank. Nou, zullen we deze dan maar nemen, Frank? Laten we die dan maar nemen, moeder. Goed, die lijkt me leuk. Nou, kan ik dan bij u even afrekenen betalen? Ja, heel graag. Zelfs wel even naar de kassa. Ja, ik loop heel graag even mee. Want kijk, je hoeft niet te weten hoeveel het kost. Het is een cadeautje. Dat hoeft niet. Goed. Nou, leuk. Ik wil helemaal geen eigen kamer.
Ik wil een houten bungalow ergens heel ver weg in Finland. Waar ik de hele dag op elanden kan jagen. Die ik kan roosteren in het open haardvuur. Waarvoor mijn blonde vriendin ligt. Op haar buik te wiebelen met haar grote, lange, blote benen. Maar ja, ik heb geen blonde vriendin. Ik heb alleen mijn moeder. Daar ben ik voor behandeld. Maar ik ga wel van mijn zakgeld een eigen videorecorder sparen. En dan huur ik alleen Japanse vechtvideo's. Waarin ze de koppen van elkaar afslaan. Zodat het bloed uit de rompen spuit. En dan zet ik het geluid heel zacht. Dat mijn moeder het beneden niet kan horen. Kom je mee? Je moet het wel. Ja, moeder, ik kom eraan hoor. Je moet je wel zelf dragen. Ja, ik ben er ontzettend blij mee, moeder. Zal je mama niet eens een kusje geven? Voor je nieuwe televisietoestel? Ja, ik moest mama maar eens een kusje geven. Ik heb de beste jaren van mijn leven aan Frank gegeven, maar je krijgt er zoveel voor terug, hè? En het is dubbel feest, Frank, want morgenochtend na het opstaan mag je meteen de eitjes gaan zoeken. Heb je enig idee waar ik de eitjes heb gestopt? Nee, moeder, ik heb geen idee. Nee. Ga ik melden van de krant? Ben je blij mee? Ik ben er ontzettend blij mee, moeder. Mama nog kussen? Nee, moeder. Nee, niet. Nee, moeder.